Welkom bij een podcast van Lotus. Mijn naam is Ivar Mol en in dit luisterboek vertel ik je de biografie... van een van de belangrijkste leerlingen van Gautama de Boeddha. Meer informatie over ons kan je terugvinden op ivarmol.nl Anaruda was een belangrijke leerling en tevens de neef van Gautama de Boeddha. Hij was de broer van Ananda... Devadatta en Mahanama. De vader van Anaruda was de broer van Kottama's vader. En de moeder van Anaruda was de tante van Kottama. En de zus van Anaruda was de ex-vrouw van Kottama. Anaruda, Ananda, Devadatta, Mahanama en Kottama de Boeddha woonden voorheen allemaal in Kapilavastu in Nepal. En zaten bij elkaar op school en speelden vaak met elkaar in de vrije tijd. In de Pali Canon zijn veel verhalen over deze periode. En Kothama de Boeddha haalt deze verhalen ook vaak aan in zijn vertellingen, voornamelijk als hij tegen kinderen aan het praten is en zijn visie uitlegt. Siddhartha, de latere Kothama de Boeddha, vertrok uit Kapilavastu op zijn 29 e om monnik te worden. En zes jaar later bereikte hij de verlichting in Bodh Gaya en weer drie jaar later kwam hij voor de eerste keer weer terug in zijn geboortedorp, Kapilavastu. Tijdens dat bezoek vroegen meerdere mensen om opgenomen te worden in de Sangha, waaronder Upali, Anaruddha, Ananda en Devadatta. Anaruddha bereikte de verlichting en deed dit door zowel de Jhana-meditatie als de Mindfulness-meditatie. Sariputta was in die periode zijn vaste leraar. Anaguda was, samen met Maha Moggallana, het beroemdst om hun paranormale gaven. Voornamelijk, zijn heldenziendheid was fenomenaal. Zo wist hij wanneer Kotama de Boeddha zou gaan overlijden en doorzag hij heel veel mensen in hun problematiek zonder dat zij dat, zij dat konden verwoorden. Hij was ook bij Kotama de Boeddha aanwezig in Kushinakar en bleef kalm en rustig in tegenstelling tot Ananda tijdens het stervingsproces van Boeddha. Ananda was in die periode erg emotioneel. Een bijzonder detail is dat Anuruddha bijna nooit sliep. Boeddha heeft hem een keer opgezocht en hem verteld dat slapen heel goed is en dat hij dat vaker moest gaan doen. In zijn latere leven sliep hij slechts een paar uurtjes en hij stond bekend als een slechte slaper. Volgens de legende. Is Anahuda 115 jaar oud geworden en overleden in Veluvagama.